allemaal. Super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog van mij. Mijn naam is Amber de Witte. En het is vandaag 28 april, de dag na Koningsdag. En dat betekent dat de terrassen weer open mogen. Dus ook mijn ouders. Ik ga daar nu dus even heen. Ik ga een Akiratje meenemen. Die zit al klaar. Ik ga er ook even een lekker snoepje geven. Kijk, je zit heel lief. Kijk, alsjeblieft. Trouwens, mocht je het afvragen, dit super leuk truitje. Komt van Jewel Things. Neem ook even een kijkje. Dankjewel. En dan ga ik nu naar het terras. Want het kan eindelijk weer na ongeveer 7 maanden. Kijk, we zijn het café van mijn ouders. En de keer dat het altijd als een koekje krijgt. Gaat ze helemaal lekker. En dan steekt ze altijd haar hoofdje zo hier doorheen. Net zo. Nou, pap, wat vind je ervan dat je eindelijk weer open bent? Heel blij. Ja, goed nieuws. Ja, alles is nieuw weer. Even weer wennen en alles in natuurlijk. Ja, maar het gaat goed. Nou, Akira die heeft het terras ook al goed gekeurd. Dus al stop. Okay. Dankjewel, Akira. Kijk, lekker met Akira op het terrasje. Ben ik weer. Ik heb even lekker anderhalf uur op het terras gezeten met allemaal klanten. We hadden bijna 30 man. Dus dat is hartstikke leuk als zo'n eerste dag. Dat is ook wel gelijk goed nieuws. Dat mensen je lekker supporten en mensen langskomen. Dat is best hartverwarmend. En ook zeker als je 7 maanden bent dicht geweest en je hebt best veel meegemaakt. Dan is dat... Ik word een klein beetje emotioneel. Maar dat is gewoon, we mogen eindelijk weer. Dus dat is top. Ja, ik wil eigenlijk iedereen ook bedanken die tijdens het bezorgen en afval hebben besteld. Ook veel vriendinnen van me, die hebben we wel eens een keer besteld. Dus dat is natuurlijk superleuk. En hartstikke lief dat mensen aan ons denken. En nu de eerste dag al zoveel klanten, dat is echt hartstikke leuk. Ik ga straks ook lekker even een avondgerechtje halen. Daar gaat mijn vader voor me maken. Dus kampies, want daar ben ik echt fan van. Dus die ga ik zo nog even ophalen. Want ja, we mogen tot 6 uur open zijn. Dus ik heb een afhaaltje besteld bij mijn eigen vader voor 5:30. Oké. Ja. En we hebben het meegekregen. Mijn lekkere scampi-gerecht ga ik zo lekker laten zien aan jullie. Zin in. Ja, en toen zat ik thuis. Met de heerlijke scampi's van Eetcafé Driewegen. Die mijn vader altijd elke dag vers maakt. En ook die saus. Kijk gewoon hoe lekker het eruit ziet. En dan ga ik dat nu lekker opeten. Met een YouTube filmpje erbij. Ja. Even lekker avond gegeten. En ik zit hier nu met Dylan. En die is even een spelletje aan het spelen. Gezellig. Nog even een Mackie. Lekkere McFlurry. Lekker hoor. Ook de eerste avond zonder avondklok, jongens. Dus we kunnen gewoon nog na 10 uur naar buiten. Jo. Toeterconcert. Gezellig. Nou, ondertussen is het al bijna 10:30 in de avond. Ik heb voor school even een stukje tekst uitgewerkt. En allemaal screenshots erin gezet als hulpmiddelen. En daar ga ik morgen weer aan verder. Dus dat is niet meer voor nu. En omdat ik dus ga slapen wil ik jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze vlog. Wat vinden jullie ervan dat de cafés en restaurants et cetera allemaal weer open zijn. En dat de avondklok eraf is. Ik vind het persoonlijk heel fijn. Ik heb er niet extreem veel last van gehad. Maar het is toch fijn dat als je toch ineens nog ergens heen moet. Dat je gewoon over straat mag. Vind ik persoonlijk. Ja, ik vind het allemaal hartstikke goed. En ik hoop dat alles nu ja, beetje bij beetje toch weer allemaal weer zal mogen. Dat we toch terug kunnen naar het oude normaal. Hartstikke bedankt voor het kijken. Laat een like en een reactie achter. En abonneer ook zeker even op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van meer van dit soort uploads. En dan zou ik zeggen graag tot de volgende keer. Doei!